Dames en heren, welkom weer bij een nieuwe vlag. Andere baan zijn nu in Thailand. Dames en heren, welkom weer terug bij Jaapie Slag. Ik zal even kwijt uitleggen wat we de afgelopen tijd hebben gedaan. We moesten China uit, want we hadden geen visum. We hadden maar voor 2 maanden, zijn we naar Hongkong gegaan. In Hongkong dachten we, oh, kunnen we easy even visum verlengen. Helaas niet gebeurd. Hongkong was echt een nachtmerrie. Hongkong, ik zou niemand aanraden om naar Hongkong te gaan. Hongkong is echt een klote stad. Daar had die godverdomme tsunami heel Hongkong maar van de kaart gevaagd. Dat is niet gebeurd. Dus we zijn 2 dagen in Hongkong, 2 nachten in Hongkong geweest. De tweede dag, of de derde dag, ik weet niet meer, is ons visum afgekeurd. We hebben meteen een ticket naar Bangkok geboekt, want we moesten naar een ander land. In Bangkok hebben we meteen de trein naar Buriram gepakt. En hier Buriram is de Thaise MotoGP. En zojuist heeft Mark Marquez pole positie gepakt. Hier is echt nijdvet super goed geregeld. Gratis bus, alles gratis. Het enige nadeel is dat het hier 40 graden is, maar daar ben je wel aan. Kom even mee, we gaan op een busje. Joe! Zondag, het is racedag. We zijn onderweg naar Mark Marquez tribune en Mark gaat vandaag winnen, jongens. We zijn in de paddock bij alle rijders. De meeste rijders zijn naar huis. Er zitten nog een paar. We zijn gesneakt en hier is Dick Lach. We gaan hier een beetje chillen. Iedereen komt hier wel bekend voor. Heel laag hier. Volgende GP is in Japan. Wie weet maken we daar nog, komen we daar nog naartoe.
Maar tijdens de GP, aan het begin dacht ik Thailand wordt echt een saaie GP, maar het was één grote battle, ja. Mark en Dolby, elke keer inhalen, knijten vet. Dus ik zal iedereen aanraden. Ook best wel warm, maar nu een beetje wolk, een beetje wind, knijten, chill. En we zijn er nog niet uitgekeken. Hey, dames en heren, welkom in mijn jaarverslagclub. We zijn net bij MotoGP Thailand geweest en toen de race af was gelopen zijn we in de paddock gesneakt. We hadden geen kaartjes hiervoor, maar we zijn gewoon snel gesneakt. Ja, een beetje oldschool truc werkt altijd. Gewoon net doen of je aan het bellen bent, zo kom je altijd door de security. En ja, we zijn hier net rondgelopen, zijn we met heel veel rijders op de foto geweest. CRN, Scott Redding, net Mark Marquez gezien, alleen hij was te druk. Dus we hebben wel een selfie met Mark, maar niet dat we eraf stonden. En je zult nooit geloven waar we nu zitten. In de box van Crutchlow en Nakano. En ze hebben hier snoepje aan, niet normaal. Kijk, KitKat. Kijk, gewoon bakken. Groene KitKat. We gaan nu proberen wat lekkere. Gewoon goed eten, ja, gratis. Dus, met hem, ik ga hier net zo lang zitten dat we eruit gestuurd worden, een beetje snoep eten. Ah, dat is viezig, hè. Wegspoelen met dit. Ah, dat is ook cool, hè. Vies. Nou, hier is het verrassing, hè. Hey. Beste kijkers, we hebben de deur dicht gedaan. Net kwamen allemaal mensen kijken voor de ramen of er iemand in zat, maar de ramen zijn geblendeerd. Dus iedereen denkt dat wij beroemde rijders zijn, maar ondertussen zitten wij hier gewoon te genieten van lekker snoep, lekker drinken. Iedereen loopt hier gewoon langs, dat weet je dat hier zit. En alles is gratis, dus wij vermaken ons prima. En dit is ook best wel lekker, heel raar blauw, maar alles is hier raar groen en blauw, maar hier is gewoon goed. Colaatje erbij. Ja, dat was het wel een beetje. Het enige wat we missen is een wc'tje, want Matthew moet heel nodig scheiden. Dus later. Joehoe!